Welkom terug bij Vogelen met Limosa met de derde editie van de vogelreis naar oostelijk Duitsland. En daar zien we deze visarend op zijn nest zitten. Ook visarenden doen het heel goed in dit deel van Duitsland, omdat ze beschermd worden, maar ook geholpen worden met het broeden. Ze hebben namelijk hele stevige kale bomen nodig om dat enorme nest in te bouwen. En die zijn vaak niet voorhanden in de jonge bossen. En dan helpen ze ze met dit soort rekken. In Nederland hebben we de visarend eerder gezien. Op een vlog van mij in de Biesbos. Ze zijn ook in Nederland gaan broeden met een paar paardjes. Maar hier in centraal-oostelijk Duitsland kun je er echt vrij veel zien. Het gaat heel goed met ze. En het is een geweldig zicht. Maar vaak moet je het doen met zo'n vliegende vogel zoals hier. En dan is het nog best een kunst om er niet een meeuw in te zien. Wat wij namelijk in eerste instantie dachten. Maar het is een wegvliegende visarend. Dit is een zeearend. En wel een volwassen zeearend. Wat je kunt zien zometeen aan de witte staart. En het mooie koffie met melkkleurig verenkleed. We zitten hier weer aan de Oder Delta. Daar kun je er veel aantreffen. Het is een enorm beest, zoals je wel ziet, met een geweldige spanwijdte van 2,40 meter. Volwassen vrouwtjes soms, hele brede vleugels en een enorme gele snavel. In Nederland zijn ze ook weer gaan broeden in de Oostvaardersplassen, gaat het ook behoorlijk goed met ze. Maar in Duitsland is hij echt behoorlijk algemeen. Kun je er veel zien. Dit is een zwarte wouw. Veel kleinere vogel. We hebben hem eerder gevlogd in Portugal. En in Nederland moet je er een beetje geluk hebben om er tegenaan te lopen. Veel minder algemeen dan zijn neefje de rode wouw. Maar hier in oostelijk Duitsland is het een heel algemene roofvogel. En hier zijn we blijkbaar in de buurt van zijn nest, want hij vliegt de hele tijd om ons heen. Een stuk kleiner dan de rode wouw. Donkerbruin, chocolade gekleurd verenkleed. Met een vrij recht afgesneden staart. Hier zie je hem vliegen. Lange staart in de vlucht. Lijkt wel een beetje een roofmeeuw, een jager. Heel kenmerkend verenkleed en vluchtbeeld van deze mooie roofvogel. En hier dan zijn neefje, de rode wouw. Die hebben we ook eerder gevlogd op Goeree of een Vlakkee in Nederland. Is hier een hele algemene roofvogel. Echt wat bij ons de buizerd is, die je overal ziet vliegen, is het hier de rode wouw. En je ziet mooi het verschil. Gewelfde vleugels, gekleurd van boven. En heel kenmerkend is dat doorschijnende venster aan de hand van de ondervleugels tegen de zon in. Dat zie je niet bij de zwarte wouw, dat is heel kenmerkend van de rode wouw. Verder heeft hij een veel grotere roest. Oranje kleurige staart, heel breed, vaak heel diep gevormd. En ook een witte, wittige kop. Schitterend beest.